Bijvoorbeeld in de fruitsector waar we nu zijn, tuinbouw gewoon in het algemeen, maar eigenlijk ook in landbouw. Maar in tuinbouw is seizoensarbeid ja, cruciaal. Elk jaar zitten we tussen de 70.000, 60.000, 70.000 mensen die als seizoensarbeider hier in België komen werken. Wij merken ook dat met de jaren eigenlijk ook hoe langer hoe meer niet-EU'ers, dus derde landers, voor wie zo'n arbeidskaart moet worden aangevraagd, dus dat toeneemt. En dus in dat opzicht is het ook heel erg belangrijk dat dat vlot kan verlopen, die procedure, zodat wij onze teelt eigenlijk, dat wij onze sector kunnen blijven uitvoeren, dat goed blijft lopen. Hè. Dus wij kunnen 40, 45 mensen slapen leggen die hier op het bedrijf kunnen verblijven en dan ook werken. Ook. In het plukken is het wieders, dan plukken die appels en peren. Dat is ongeveer 3 maanden een stuk. De rest van het jaar is dat sorteren en snoeien en van die zaken. De meeste die nu komen, komen uit Oekraïne, Oekraïnse vrouwen, want de mannen mogen het land niet verlaten. En daarnaast hebben we nog wat Moldaviërs, Roemenen en Polen. We zijn vandaag hier op bezoek mogen komen op het bedrijf van meneer Paasmans. We zijn uitgenodigd eigenlijk door de Boerenbond, omdat wij jaarlijks ook ons draaiboek om de toelating tot arbeid voor buitenlandse seizoenarbeiders aan te vragen bekijken en eventueel aanpassen. En daarmee dat we hier op het bedrijf zijn uitgenodigd om dat zo te overlopen en dergelijke. Het draaiboek reviseren wij, of gaan wij jaarlijks eigenlijk gaan herzien samen met de mensen van de Vlaamse overheid. Het is eigenlijk ook om dat nadien dat op onze website te zetten, zodat onze telers eigenlijk op een vlotte manier dan hun arbeidskaarten kunnen aanvragen voor hun seizoensarbeiders. Dus dat is het nuttige eraan. Maar we wilden eigenlijk ook van de gelegenheid gebruik maken om eens te tonen aan de mensen van de dienst Werk en Sociale Economie van kijk wat zij eigenlijk realiseren. Wat het gevolg is van het werk dat zij doen. Wat zij mogelijk maken. Als laatste zijn wij dan mogen rondgaan hier op het bedrijf en hebben we kunnen kijken ja, het impressionante bedrijfsleven en zo, wat dat er eigenlijk allemaal voor nodig is van werk om hier een appel en een peer eigenlijk in de winkel te krijgen. Hè.